Hallo, ik ben professor Prank. Vandaag gaan wij een grapje doen met een ijsje. Wij hebben nodig een ijsjesmaker en sap. Sinaasappelsap of limonade. Wij doen een beetje van de limonade of het sap in de ijsjesmaker. Dan doen wij een nepvlieg in het ijs, in het sap. Een dopje erop. En dan in de diepvries. En dan halen wij het ijsje eruit. En kijk de vlieg. Wil je dit nou beter doen? Laat dan het ijsje eerst enkele uren in de vriezer. Zodat het topje en de buitenkant bevriest. En doe dan de vlieg erin. Dan zul je zien dat de vlieg beter verborgen is in het binnenste van het ijsje. Veel succes!